Ik wou alleen maar zeggen dat deze judomat, dat die gemaakt is van oude matrassen en dat ze daar bij Alping in Deventer alles van af weten. We staan dus in het kloppend hart van Alping. Ja, even Alping in de notendop. Alping, 130 jaar trots koninklijk familiebedrijf uit Deventer. We maken bedden, matrassen voor alles om goed te kunnen slapen. Wat is er zo bijzonder aan jullie werkwijze? Dat jullie prijzen winnen, dat de ministers langskomen. Wat is dat? Al 10 jaar lang hebben wij een Alping take-back system waarbij oude matrassen weer teruggehaald worden en de materialen weer voor judomatten, banken enzovoort gebruikt kunnen worden. Kijk, dat is dan ook weer grappig. Overal denken ze over na hier. Afval van de matrassen, dat gooien ze dan hierin. Huppakee. Even aanzetten. Wordt het geshredderd, komt het hier dus helemaal geshredderd uit. En dan maken ze dan weer kussentjes van. En jullie gaan nog een stap verder, heb ik begrepen. Ja, zeker. We zijn nog niet tevreden. De duurzaamheid zit ons echt in het hart. We willen daar continu in blijven ontwikkelen. Uiteindelijk moet de matras volledig herbruikbaar zijn op een gelijkwaardig niveau. Je moet ook bewust ontwerpen zodat je een matras eenvoudig kan demonteren. Zodat het productieproces geschikt is voor disassemblage. Dus alles wordt hier eigenlijk nu al zo gemaakt, daar denken jullie over na, dat het straks allemaal weer hergebruikt kan worden in een nieuw matras. Ja. Blijf maar doorgaan in nieuwe matrassen. Dat is de ambitie. Uiteindelijk 100% circulair. Ik kan nu al janken, we zijn net begonnen. Wow, wat is dit voor een groene oase. Mooi hè? Ja. Ja, dat is wel een symbool van onze duurzame bedrijfsfilosofie. Zoals iedereen werkte Alping lineair en waren zij onderdeel van een systeem waarbij in Nederland 1,2 miljoen matrassen per jaar werden weggegooid. Dat is 1000 keer de hoogte van de Eiffeltoren. We willen geen onderdeel zijn van die wegwerpmaatschappij. Ja. Dus we gaan naar circulair werken toe in plaats van lineair. Daarnaast wil Alping van een grijze fabriek naar een groene fabriek toe. Dat betekent dat ze hun fabrieken gecentraliseerd hebben naar één locatie. Wat 120.000 vrachtwagenkilometers bespaart. Maar uiteindelijk is het ook heel belangrijk voor die duurzame filosofie dat we dat samen moeten doen met allerlei partners. We kunnen alleen zo lean werken als onze partners daarop aangesloten zijn, als onze winkeliers meedenken. Dus gezamenlijk kunnen we die cirkel sluiten. En daar hoort dit dus ook bij. Ja. Deze leuke plantjes. Ja. Nou, dan moeten we dat duurzame bed nog even gaan testen natuurlijk, hè. Oh. Hey. Nou. Dat ligt goed. Ja, wat had je dan gedacht? Ja. Ja. Nou, oké. En binnenkort kun je hem ook betalen per nacht. Echt waar? Ja. Geen piekuitgaven meer? Nee, sleep as a service noemen we het. En dat kost eurotje per nachtrust? Nou, daar zal het ongeveer op neerkomen. Oké. Dus je betaalt per nachtrust, het blijft jullie bed. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Beter. Slaap lekker. Dankjewel.